Welkom bij deze video. Ik ga vandaag voor het eerst een HDR-foto maken met Affinity Photo. En ik heb gezien, als je hier op File klikt, dan zie je hier een aantal mogelijkheden, waaronder nieuw HDR, oftewel HDR-foto. Dus terwijl meerdere foto's samenvoegen tot één foto. Add, daar ga ik mijn foto's toevoegen. Ik probeer dezelfde foto's te gebruiken als in de andere programma's die ik gebruikt heb. Ik heb namelijk meerdere softwarepakketten getest deze week. En ik ga de bevindingen gaan ze nog vergelijken. Ik had in eerste instantie drie foto's getest met deze drie nummers. Dus die ga ik ook openen. En dan zeg ik, automatically remove ghost. Die klik ik aan nog. Zodat alles mooi op elkaar aansluit. En klik ik op oké. Nu laat hij de foto's in. Eentje neutraal belicht, eentje onderbelicht en eentje overbelicht. En dan gaat hij de foto's samenvoegen. Ik ben heel benieuwd naar het resultaat. Het is automatisch tone mapper, dus hij maakt hem automatisch oké, zal ik maar zeggen. Ziet er heel erg netjes uit, vind ik, voor wat ik zie. Hier rechtsboven kun je, dit is de after, dat is links, dat is de foto na, en de foto voor is rechts. En nou ja, je ziet wat het doet, hè. Hij heeft het heel mooi opgefrist, mooi opgepimpt. Je kan dan nog de belichting een beetje aanpassen. Tone compression, even kijken. Nou, je kunt daar nog mee spelen. In zijn hoeveelheid. Ziet er goed, super goed uit. En je hebt hier nog een aantal looks, dramatic, zwart-wit, cool, detailed, ziet er echt heel gaaf uit moet ik zeggen, natural. Ik ga eventjes terug naar de allereerste foto zoals ik hem binnen heb gehaald en dat is deze. Die ga ik opslaan, zodat ik ze straks het beste kan vergelijken. Dat ga ik doen. Apply moet ik dan zeggen, denk ik zo. En dan zeg ik, dan heb ik ze samengevoegd. En dan zeg ik hier, kan ik die exporteren? Ja, exporteren. Hoppakee. Als een JPEG. Beste kwaliteit. Ja, dat wil ik graag. Exporteren. En dan zet ik hem even in dezelfde map als waar ik hem eerder ook in gezet heb. Hier zie je mijn voorgaande dingen. Ik leen even drie foto's standaard HDR Aurora. En dit is natuurlijk Affinity Photo. Dus hier maak ik Affinity Photo van. En over een paar dagen ga ik ze naast elkaar leggen. Maar ik ben aangenaam verrast. Ziet er echt heel goed en heel fris uit. Dus dat is heel gaaf in ieder geval. En natuurlijk kun je ook de standaard instellingen zoals hij nou gedaan heeft. Die kun je natuurlijk altijd nog aanpassen. Hè? Dus je kan hier nog zelf allerlei instellingen doen. Net zoals in de andere pakketten. Nu ga ik deze eventjes wegklikken. En dan ga ik hetzelfde doen, maar nu met 7 foto's. Ik klik erop File. Nieuw HDR Merge. Ik voeg foto's toe. Nog steeds jammer dat je mijn rolbestanden niet goed kan lezen. Dat blijft niet zichtbaar. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dit zijn de 7 foto's die ik bij de andere pakketten ook gebruikt heb. En eens kijken hoe hij dit doet. Oké. En nu gaat hij dus 7 foto's over elkaar leggen. En ik ben heel benieuwd hoe hij daar dan weer mee omgaat. En wat het eindresultaat is. Hij is er nu aan het samenvoegen. En ik ben natuurlijk heel benieuwd wat het eindresultaat doet met meerdere foto's. Normaal is het ook zo dat je met meerdere foto's heb je een hoger dynamisch bereik. Oftewel je hebt meerdere helderheden. Waardoor eigenlijk alles net wat beter uit zou moeten komen. Nou gaat hij hem automatisch behandelen. Ik ben benieuwd wat er uitkomt.
Mooi resultaat. We kijken even. Links is het eindresultaat. En rechts is de neutrale foto in die foto van in die serie van 7. Dus die kan er uitzien, anders uitzien als de serie van 3. Maar dit is de neutrale foto en dit heeft hij ervan gemaakt. Nou, oké, okay, er zit verschil in. Vooral de binnenkant is wat opgepimpt, hè, is wat netter gemaakt. Ik vond hem bij 3 foto's wat meer opvallen. Ik klik weer op single view en hier kan ik natuurlijk weer gewoon doorheen lopen. Dit is zoals hij was. Kijk, dat maakt wel heel veel uit hoor. De detail, de contrast, black. En we zetten hem gewoon weer eventjes terug hoe die stond. Ook hier kan je natuurlijk weer de belichting aanpassen. Ziet er keurig netjes uit. Ik ga deze eventjes opslaan weer. Dan zeg ik even apply. En dan zeg ik file, export. Weer als een JPG, export. Weer in dezelfde map. En dan zeg ik hier HDR standaard 7 foto's. Alleen nu is het Affinity Photo. Affinity Photo. Opslaan. En dan gaan we ze straks weer vergelijken. Wat dit HDR programma doet. Uiteraard kun je hier weer je settings bij doen, hè. Dus je kan hier de adjustments kun je weer doen. Brightness, contrast. Kan je toepassen. Wibbeland, altijd een leuke om het nog een beetje naar je eigen hand te zetten, hè, qua kleuren. En je kan het ook met de picker doen. Dan pak ik meestal een grijs detail en dan vind ik dat je dat hier minder goed doet als ik gewend ben. Normaal als ik een grijs detail pak, dan pakt hij meestal juist een beetje daglichtachtige kleur. En nu wordt het een beetje geler. Maakt niet uit, je kan gewoon een beetje op allerlei plekjes klikken waarvan jij denkt, zo wordt hij beter. Nou, zo wil ik hem er aardig uitzien. En zo zou ik hem dus ook weer op kunnen slaan. En je kan hier kun je ook nog standaard waarde kiezen. Ziet er leuk uit. Posterize, nou, dat is een beetje overdone. Tot slot wil ik nog even de eindresultaten laten zien van de standaard HDR die hij heeft gemaakt van 3 foto's en van 7 foto's. Wat je hier nu ziet is de standaard HDR met 3 foto's binnen Affinity Photo. En dit is de foto met 7 foto's. 3 foto's, 7 foto's. Met Affinity Photo. Zien er beide goed uit. En over een paar dagen ga ik het vergelijken met andere softwarepakketten. Ik zou zeggen, als je deze video leuk vindt, doe even een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Abonneer even op ons YouTube kanaal. En ik zou zeggen, join the club, word lid. Tot de volgende video.